Ik ga door naar Charlie Zinken. Die, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik je het beste kan introduceren. Want je bedenkt koffies, koffieproducten, koffiesmaken. Ik heb eigenlijk geen idee. Wat doe je op een dag? Ik doe heel veel. Ja. Dat is altijd een beetje het lastige. Ik vergelijk het wel eens dat ik eigenlijk ondernemer ben binnen een groot bedrijf. Ja. Dus wat je dan doet is, ik doe strategische dingen, ik doe administratieve dingen, financiële dingen. Eigenlijk als spin in het web ben ik met verschillende disciplines bezig om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk een mooi bedrijfsresultaat neerzetten. Ja, maar als je bij mijn oma in de flat in de lift staat, pre-corona uiteraard, want dat kan nu niet meer. Maar de buurvrouw van mijn oma is 93, die vraagt: Charlie Zinken, wat doe je voor werk? Wat zeg je dan? Ja, dat is altijd een goede vraag, want in principe werk ik op brandmarketing, maar ik kan het heel makkelijk uitleggen, denk ik, aan de hand van een aantal zinnen. Ja. In principe probeer ik onze productlijn zo goed mogelijk up-to-date te houden ten opzichte van de concurrentie en wat de consument wil. Dus eigenlijk probeer ik te beantwoorden, of in ieder geval te voorzien wat de consument wil, en verwijst het specifiek op ijskoffie. Dus ik probeer te kijken, wat zijn de wereldwijde trends op ijskoffie? Hoe ziet de Nederlandse consument eruit? Waar houdt de Nederlandse consument van? Die twee dingen probeer je eigenlijk te combineren. Ja. En zo probeer je nieuwe producten te ontwikkelen. Als die nieuwe producten ontwikkeld zijn, dan dien je daar ook een plan voor op te maken dat ze succesvol worden. Dus dat is enerzijds via de media, anderzijds via in-store. Dus dat doe je dan bij de retailer zelf, dus bij de supermarkt. Zorg je dat je op een goede plek komt te staan. Nou, er komen heel veel dingen bij kijken. En dat doe ik echt niet alleen. Dat doe ik in combinatie met mijn collega's van sales, maar ook van R&D. En mijn functie daarin is om dat eigenlijk enigszins te coördineren. Nou ja, als ik het heel klein maak en ik zeg, je zorgt ervoor dat ijskoffie aan de man wordt gebracht, dan is dat te klein, ja? Dat is heel mooi samengevat. Want dat lijkt mij in principe heel erg leuk werk. Je mag nieuwe soorten ijskoffie bedenken. Je mag ze proeven, kan ik me voorstellen. Zeker. Je hebt de hele dag ijskoffie te drinken. Ik vind dat lekker. Ja. Heb jij een droombaan? Ik heb zeker een hele leuke baan. Ik heb absoluut een hele leuke baan. Of mijn droombaan is, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik doe het nog niet heel lang. Dus dat vind ik lastig om nu te zeggen. Maar ik ga met heel veel plezier. Nou, ik ga niet naar mijn werk nu. Ik ben thuis, maar ik ging met heel veel plezier naar mijn werk en ik doe mijn werk nu met veel plezier, ja. Ja, ja, want ik ben dus mijn werk zo'n beetje helemaal kwijt. En ik dacht, ik moet nieuw werk hebben. Dus ik ga eens even wat mensen vragen van wie ik denk, jij hebt echt werk wat je bijna geen werk mag noemen. Maar als ik je zo hoor praten, dan denk ik wel, het is wel meer werk dan zo'n Jaap Gunning die zegt, het is een beetje uit de hand gelopen hobby wat ik doe. Uiteraard is dat ook hard werken natuurlijk, maar Zeker. Kijk, het is in die zin geen hobby. Als je ook kijkt naar wat ik leuk vind en wat ik gestudeerd heb, dan komt dit enigszins overeen, maar niet helemaal. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om bezig te houden met wat de consument graag wil. Mm-hmm. En om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je een fysiek product hebt en dat je dat aan de man kan brengen. Ja. Op een succesvolle manier. En het is natuurlijk allemaal heel meetbaar. En dat maakt het wel heel leuk. En er zit toch nog een onvoorspelbaar effect in, en dat is namelijk de consument. En die combinatie maakt het werk wel heel leuk, ja. Nou, heb je in mijn ogen altijd twee typen verkopers. De verkoper die gelooft in wat hij verkoopt en die gaat dat de rest van zijn leven doen. Dus de Jehovengetuigen, zeg maar. En aan de andere kant heb je iemand die zegt, ik ben gewoon goed in verkopen, maakt niet uit wat het is. Geef mij maar wat, ijskoffie, een grote auto, weet ik veel, een container. Ik verkoop het wel. Ja. Nou, dan ben ik meer nummer twee. Oké, dus dus als jij morgen een nieuwe telefoonsoort in je handen krijgt, dan ga je daar net zo enthousiast over vertellen als die ijskoffie. Ja, in principe wel. Het is ook niet dat ik vind ijskoffie best lekker. Zeker natuurlijk degene die je zelf hebt ontwikkeld. Ja. Maar het is niet dat ik, voordat ik hier ging werken, een enorme ijskoffie-fan was. Maar het is natuurlijk wel leuk dat hoe meer je over het product weet, en zeker, dit is een vrij niche product, waar niet iedereen kennis over heeft, dat maakt het wel leuk. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik over 5 jaar hetzelfde werk doe in de auto-industrie of in de chips-industrie. Maakt niet heel veel uit. Ik denk dat elke productcategorie een eigen uitdaging heeft. En dat maakt het wel heel leuk. Ja,
Ik keek wel heel graag naar comedy op televisie heel lang. En nou heb ik een tijdje achter de schermen gewerkt bij zo'n comedyprogramma. En dat heeft die experience voor mij wel een klein beetje verziekt. Ik kwam erachter dat alles nep was. Ja. Nou verkoop jij die ijskoffies. Drink je het zelf nog wel eens in je dagelijks leven? Of heeft het echt je smaak verpest? Dat je nu weet wat er allemaal in zit en zo. Nee, kijk, het staat ook gewoon op de achterkant van de verpakking wat erin zit. Dus dat is geen geheim. Mm-hmm. Het is... Ik drink het zeker vaker dan wat ik eerst deed, want ik deed het in eerste instantie niet echt. En ik drink het nu eigenlijk wel mede, omdat het natuurlijk wel voorhanden is, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar het is gewoon wel een heel fijn tussendoortje af en toe in de plaats van een warme koffie. Mm-hmm. Ik drink het wel eens, ja, zeker. Oké. Nou, ik overweeg serieus jouw baan te nemen. Dat gaat natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Maar dan is wel voor mij heel belangrijk, hoe toekomstbestendig is jouw werk? Nou heb ik het even opgezocht. Koffie werd voor het eerst gedronken in 1390. Dat gaat best wel lang terug. Gaan we ook nog zo lang door met koffie drinken, denk je? Ja, ik denk dat in die zin mijn baan dubbel... heel, heel lang kan bestaan. Omdat de producten waar ik me mee bezig hou, die zullen altijd binnen de primaire levensbehoeften behoren. Als ik het zo mag zeggen. IJskoffie misschien niet, maar in ieder geval het koffieproduct wel. Ja. Dus dat zie je ook, dat in crisis koffie natuurlijk wel enigszins een dip pakt. Maar niet zo erg als bijvoorbeeld luxe producten. Mm-hmm. En twee, als je in brandmarketing werkt, er zullen altijd nieuwe producten ontwikkeld worden. Er zullen altijd producten verkocht worden. Dus ik denk dat beide aspecten heel zeker zijn. Ja. Okay. Zou je het aanraden? Wat betreft zit je goed. Ik weet niet of je mij hoorde. Zou je jouw werk aanraden om te doen? Ja, zeker. Het is divers. Het is... nogmaals... gewoon heel divers is. En je hebt veel vrijheid. Dus je bent eigenlijk een ondernemer binnen een groot bedrijf. Oké. Okay. Thanks voor je tijd, Charles. Leuk je even te spreken over je werk. Ik ga het serieus overwegen. En ik ga door naar Steven.